Yo, kijkers van Mark Spellen. Ik ben Mark. En ik ben er vandaag weer samen met Sjoerd op de Minecraft Survival. Yo, mensen. Oké, allereerst, ik heb ongeveer 2 weken terug heb ik een groot project gedaan. En nou ja, we kunnen wel naar boven gaan lopen, maar ik denk dat het even beter is als we gewoon even naar buiten gaan. En dan gewoon naar die muur toe lopen, laat maar zeggen. En dan gewoon op de muur gaan staan, zonder dat je weer achter je kijkt. Want dan kun je het wel heel goed een stuk beter zien. Oké, we gaan het even testen. Dus dan kun je het echt goed zien. Dus daar ben ik echt 2 weken terug goed mee bezig geweest. Ik hoop dat je ready bent. Are you ready, sir? Oh ja. Oké, 3, 2, 1, draai om. What the heck, Mark? Wow. Oké, Mark, dat is echt vet. Dus, nou snap je waarom ik zo druk bezig ben geweest en dat ik gewoon zin had om weer een opname te maken. Wow, joh, gek. Dus, dat is echt niet normaal. Dus ik denk dat dit wel een goede addition is tot het kasteel. Het enige probleem is, we hebben nog een paar taken te staan. Sowieso moet ik nog even de storage van de wijnkelder moeten nog even ingericht worden. Daar ben ik waarschijnlijk vandaag van plan. En ik wil even aan jou vragen of jij misschien zin hebt om... Nou ja, dan laat ik zo even zien. Moment. Eerst maar eens even naar boven gaan. Dan kun je het even van dichterbij zien. Oh, wat een gebouw, man. Nou is die echt vet. Dus dit is vanaf de zijkant. Het ding is, de ingang... De ingang die zit aan de voorkant, maar ik heb er dus zo tactisch voor gemaakt dat je dus helemaal om de heen moet. Of je gaat gewoon via de toren naar boven. Maar in principe, hier is dus de ingang. En daar heb je de trap zitten. Ja. Dus vanaf dit punt is de ingang. Dus ga maar nog even naar binnen en dan zie je wel wat ik bedoel. Dat het nog gewoon open is tot aan de max. Ik heb er alvast wel ladders overal neergezet in de torens en zo. Dus hier kun je in principe wel naar boven. Oh, ja. Dan heb je hier alvast een beetje soort van schiettorentjes. En die torens die, ja, heb ik dus ook alvast geconnect met de ladder. Maar mijn vraag is dus eventjes, heb jij zin om dit even gaan inrichten? Want zoals je hier naar boven kijkt, hebben we nog een hele ruimte daarboven zitten. Maar ik heb het even helemaal leeg gemaakt. Wat wil je hiermee doen dan? Nou, dit wordt denk ik de koningsquarters, maar ja, natuurlijk daar bovenin, daar moeten we gewoon even een goede schiettoren van bouwen. Dus mijn vraag is eventjes, wil je hiermee bezig gaan vandaag? Jawel, maar ik heb echt 0,0 inspiratie op het moment. Waar moet ik beginnen? Ja, het is even een heel goede vraag. Maar het is verder ook gewoon allemaal leeg. Behalve deze 4 torentjes aan de hoeken, die hebben dus allemaal, deze soort ramen, die heb ik dus ook in die hoge toren zitten. Dus daar kunnen we nog met de Elytra wel eens even naartoe vliegen. Daar heb je echt Hier heb je nog een verdieping. Ja, nee, hier was je net ook al. Oh, zo, ja. Maar hier heb je ook van die torentjes zitten aan de zijkant. Vanaf hier kun je ook weer goed schieten. Yo, wat heb jij hier veel tijd in zitten? Dus ja, ik ga heel eventjes naar boven. Dan kun je het ook vanaf de bovenkant wel een beetje zien. Want ik heb, zoals je kunt zien, ook de vlag even gepakt. Die we natuurlijk ook weer hebben. Dus ik... Nou, prima. Prima zat. Ik heb er dus de vlag die we dus bij de torens ook hebben. Hier op het kasteel en natuurlijk... op de molen zitten, maar deze heb ik een stukje vergroot, zoals je kunt zien. Ik heb er ook nog een koppen lightning rod op gezet. Gewoon voor de zekerheid, niet dat ze daar inslaat. En ja, het is echt een beetje onveilig om hier naar beneden te gaan, maar in principe... Ja, ik heb een Elytra, dus wat kan er dan misgaan? Wat kan er dan misgaan? Ik blijf nog. Dus zoals je hier kunt zien, hier zitten gewoon ramen in. Dit kunnen we eventueel nog aanpassen dat we gewoon hier schietgaten van maken. Maar ook een beetje met het groen erbij, zoals je kunt zien hier omheen. Het heeft wel een beetje levendigheid. Kjo, wat ben jij hier mee bezig geweest? Hier ben je echt lang mee bezig geweest. Dat inderdaad. Dus ja,
Het is nu gewoon nog even de vraag van, hey, we moeten natuurlijk nog dit even allemaal in gaan richten. En ik verwacht ook niet dat we dit, deze aflevering allemaal af gaan krijgen, maar dat sowieso niet. Of de Unique Weirdjes of the World. Oh ja, dat klopt. Dat maar eens even uit. Ja, we hebben natuurlijk nog weer wat nieuwe mods geïnstalleerd. Of in ieder geval, dat is de enige mod die we volgens mij op dit moment hebben geïnstalleerd. Wel, maar dus nu heb je veel meer animals erin zitten. Ja, wat ik wel een keer zag was dat er ergens een vlieg rondvliegt. Maar... werkt het wel? Want ik heb nog niks gezien eigenlijk. Ja, ze spawnen wel, maar het is een beetje van hoe en wat. Hmm. Maar ja, in principe, dit is dus de voorkant natuurlijk. Dus ja, het is even de vraag, wil je hiermee bezig gaan vandaag? Gewoon een beetje inrichten, gewoon een beetje echt zo'n captain of ja, koningsquarters. Laat maar zeggen dat je het ook gewoon een beetje verwelkomt, laat maar zeggen. Misschien een fireplace aan de achterkant eventueel. Ja, dat is eventjes de vraag. Wat kun je hier allemaal voor maken? Is het niet handig om hier een deur te zetten met hier nog een, dan een, gewoon een dichte verdieping? En dan gewoon hier de toren omhoog te maken met verdiepingen? Dat is een idee, dat kan. Dat is inderdaad een idee. Ik ga hier wel even mee bezig, ik ga wel kijken wat ik kan doen. Ja, dus ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon eens een keer in de toren heen gaan. Want ik dacht van ja, ik had het eerst wel dat het allemaal nog een cobblestone was. Maar ik dacht van ja, ik maak het gewoon eventjes open. Heb je oh, ook je had een... het helemaal tot beneden, cobblestone. Ja, ik had het helemaal naar cobblestone, maar ik dacht van ja, weet je wat, ik haal het gewoon nog eventjes weg voor de zekerheid. Misschien dat je nog iets goed bent in deze ruimte kan, want op zich, het is wel een beetje klein anders. Maar misschien in die toren kunnen we daar ook nog wel wat mee. Dus kijk maar eventjes wat je ermee wil gaan doen. Ja, ja dus hier ben ik eigenlijk een groot beeld mee bezig geweest. Netjes, man. Dus ja, je kunt... eigenlijk, het kasteel is zo goed als af nou. Kasteel is zo goed als af aan de buitenkant, maar er zijn natuurlijk wel een paar puntjes op de i, want we moeten nog steeds die warming room, waar ik waarschijnlijk de volgende aflevering misschien nog wel eens bezig wil gaan, die hier natuurlijk in de hoek zit. Want, ja, deze hele zijkant nog, hè? Ja, want ik heb natuurlijk ook de rand hier met zijn schietgebied, heb ik hier achter. Zoals je hier kunt zien, heb ik ook afwas gemaakt. Maar aan de linkerzijkant was natuurlijk de, wat is het, die hoektoren of die een buitentoren komt bij die warm meeting en alles. Dat moet natuurlijk nog wel gewoon gebeuren voordat ik dit allemaal kan connecten. Ja, precies. Maar in ieder geval, dus ook als je nu eventjes naar, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, even naar de jungle toe vliegt. Of je gaat naar de farm toe eventueel, dan kun je echt wel zien hoe groot dit is hoor. Dit is echt niet normaal. Dit is achterlijk groot. Dus ja, dit is op zich... Een hele verbetering met de toren, echt niet normaal. Denk ik van, ik loop nu ook gewoon eventjes weer terug, gewoon via deze kant, want dan kun je het ook vanaf de farm. Volgens mij kun je de groot gedeelte van de farm zien, ik weet niet alles. Hé, wat is dit? Oh, dat is een schildpadder. Oké, ja, die zijn ook nieuw. We hebben hier ook schildpadden rond. Nou, als je nog een keer een aquarium wilt maken, dan kun je die erin gieten. Een schildpad erin. Ja, waarom niet? Wat ben jij nou hier? Jij bent ook een grote vis, hallo. Meerval. Oh. Catfish, ja, ik had geleerd. Als je vanaf hier kijkt, je ziet het ook gewoon in de verte alleen al. Ook omdat mijn render dus wel zo groot is. Kan ik het nog wel zien, maar je ziet het wel een beetje foggy. Dus dat is echt wel vet. Dus als je gewoon ook deze kant uitkomt, dat ik denk ook van... al die torens die we natuurlijk nu hebben, die moeten natuurlijk ook al die vlaggetjes nog even hebben. Want ik vind dat dat wel echt te goed gaat bij passen. Dus ook gewoon vanaf hier naar binnen komt, ja, het eerste wat je ziet... Ja, je ziet een deel, zie ik nu van erin. Dat is maar op een gegeven moment, dan spant dat ding ook echt gewoon helemaal in. Ah, oh, en de deur zit dicht. Ah, of course! Zal ik weer eens niet, hè? Ah, oh, fuck zeker. En het wordt donker. Ook dat. Maar dat heb je goed gemaakt. Ja, dat wil ik ook dus ook zeggen. Laten we eerst vandaag maar eens even gaan slapen. En dan kun je misschien nog wel even wat ideetjes opdoen. Ja. Want ik heb natuurlijk... heb ik hier nog wat bij deze... borden heb ik nog niet echt veel. Ja, ik heb er één ding afgehaald. Gewoon die houten muur om de farmzene was. Dat heb ik wel gemaakt. Of weggehaald. Want dat hebben we natuurlijk gewoon compleet. Maar ja, dan ga ik gewoon zo lang even bezig met die storage room. Dan ga ik ook even
doorschoot van maken. En ik zat natuurlijk ook alvast een beetje ideeën op te denken van de Department Group. Dat we dan ook gewoon een grote kaart van onze regio hebben. Dus een jager dat je echt zo'n groot gedeelte ziet. En dan met een grote tafel in het midden, gewoon ramen overal omheen. Dus ja, dat is mijn idee eigenlijk op dit moment. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre we het kunnen executen. Natuurlijk ook omdat ik nog niet weet. Want ik heb nog echt totaal nog niet echt een idee wat ik nou voor... Hoe groot ik die toren wil gaan maken, hoe hoog ik het misschien wil maken. Ja, precies. Maar natuurlijk, je ziet er vanaf deze kant bijna niet, hè. Dus dat is natuurlijk ook een ding. Je ziet het echt als je een beetje van de haven afkomt. En dat is op zich ook wel gewoon chill, natuurlijk. Maar ja, het moet natuurlijk wel een beetje uniek zijn. En deze gigantische toren in het midden nu, dat is wel uniek. Ja, precies. Ik denk van, dat komt er wel goed bij. Van, ja, ik vind hem echt vet geworden. Ja, daarom. En ik denk van, ja, ik zat dus ook gewoon even te denken van, ja, wat moet nog eigenlijk nu nog af? Ja, ik heb het al heel lang over die, ja, soort van hangende toren dan. Waar dan ook nog een beetje van die rotsen echt afvallen, laat ik maar zeggen. Hypothetisch gezien natuurlijk, niet dat het echt gaat gebeuren en alles. Mm. Dat is gewoon te veel leuk. Moet je heel te veel, weet ik wel wat, allemaal doen. Maar ik denk van ja, dan heb ik die storage ruimte van de wijnkelder heb ik dan dadelijk af, hopelijk. Vandaag of de volgende aflevering, dat is even de vraag. En ja, natuurlijk de inrichting van de koningskwarters. Ik probeer altijd de captain quarters van te maken, ik weet niet waarom, maar... Maar snap je nu wel een beetje waarom ik zoveel zin had om eens een keer weer met jou op te nemen? Ik begreep het. Ja. Je hebt hier veel tijd in zitten. Ah, en op zich ook wel logisch. Ja. En van het moet ook. Even kijken, ik ga er gewoon een beetje van de actie maken. Dan maak ik eigenlijk een soort van, net zoals wat boven de eetkamer zit. Dan moeten we ongeveer hetzelfde doen. Oh, en dit past ook allemaal nog precies. Of wat daarvoor gemaakt is. Hmm. Dat is ook eens een keer nieuw. Oh ja, nou kan je trouwens, als je op je muiswiel klikt, kan je sorteren, hè, in kisten. Oh, in je inventory. Ja, dat was ook toegevoegd. Dat was natuurlijk ook een ding, ja. Maar inderdaad. Klopt als een bus. Dus, ook wel weer even fijn. Ja, inderdaad. Dan kan je gewoon al het hout in één kist pleuren en dan één keer op dat knopje alles is gesorteerd. Ja, easy. Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Oké, dus wat ik hier dus van plan ben, ik ben wel echt een beetje van die loopgangetjes aan het maken hier. Dat je dus echt gewoon storage ruimte hebt. En die storage ruimte kunnen we misschien in principe ook wel gewoon goed gaan gebruiken voor het neer. Maar dat is even de vraag, want natuurlijk net zoals met wat we boven de barn hadden, dat we uiteindelijk ook niet gebruikt helaas. Nee. Ja, dat is even de vraag hoe en wat. Dan haal ik nog uit. Weg. Eerst eens even. Hier erachter even gaan neerzetten. Ik vergeet altijd dat ik een backpack heb, hè. Echt altijd. Ja, dat... Yo, het is alleen al 5 minuten lopen om naar boven te komen. Ja, ja, ook omdat dat er gewoon echt een. Ja, natuurlijk even. Massive tower is. Ook dat. En, en ook omdat je via de trap, laat maar zeggen, als je dan naar boven gaat, ja. Dan moet je eerst weer helemaal om dat gebouw heen. En dat vind ik op zich ook wel gewoon leuk. Ik denk van, ja, het past ook gewoon precies. Dat ook, ja, natuurlijk. Precies. Maar ik denk van, ja, het is natuurlijk ook niet te... ja, het noemen. Ja, te exponentieel groot, laten we zeggen. Of hoe ik het wil noemen, geen idee. Maar te massief, dat het gewoon niet eens meer daarop past. Ja, precies. En ik denk van, ja, anders gaat het ook niet passen. Daar ben ik ook bang voor. Dat gaat gewoon anders niet passen. Ja, zo moet je maar gewoon een beetje passen en meten. En dit is hoe het eruit komt. Op zich, het past wel goed. En als je hier gewoon daarbovenop gewoon nog soldaten hebt. Als een soort van last defense voordat je bij de koningsquarters komt. Ja, hey, be my guess. Maar dat is op zich wel handig, hoor. Ja, precies. Behoorlijk wat te vechten. Hier, alles heeft wel op zich wel weer een purpose. Oké, kijk, hè. Even dit stone brick een beetje weghalen hier aan de bovenkant.
dat ik wat meer ruimte over heb. Dat ik wat makkelijker kan afwerken. Wel, ik wil hier op zich wel een goede storage ruimte van maken. Dirt, oh, dat is ook zo weg. Boekjes kunnen even weg. Ja, maar ik denk dat ik dan nog een volgende aflevering misschien alvast een begin ga maken aan de die zijtoren. Maar dat is even de vraag. Ja, precies. Hoe ik dat allemaal wil gaan doen. En of we misschien ideeën kunnen vinden of zo. Ik ga gewoon weghalen. Ben ik toch wel een beetje benieuwd. Heb jij trouwens nog een speciaal projectje of zo? Of iets waar je nog echt op uit zit te kijken in de server? Of op? Of op... Wat ik nog wel graag wil doen, maar dat is niet heel speciaal. Maar ik wil nog een keer... Lijkt mij wel vet als we inderdaad, wat jij zei, iets van een mega aquarium gaan maken. Dan moeten we gewoon één aflevering, moeten we een keer naar de ocean gaan met de Elytra's. En dan moeten we allemaal van die blokken pakken en zo. Één grote glasplaat, maken we ergens gewoon een mega aquarium. Dan lijkt me wel gewoon een leuk project. Ja. Kan in principe in één aflevering, maar het is wel een leuk project, denk ik. Nou, gooi het op de ideeënbord als je eraan denkt. Ook even een keer heel wat anders, toch? Ja, klopt. En ik denk van nu dat we ook zoveel nieuwe beestetjes erbij hebben. Dat kan maar zo zijn, want we hebben natuurlijk wel een axolotl aquarium. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet genoeg. Ik weet hoeveel jij met vissen en zo hebt, persoonlijk. Mm-hmm. Maar je hebt ook gewoon grizzlyberen en zo. Oh, ja. Dat is wel vet. Grizzlyberen aquarium. Je hebt muggen, larven, lobsters. We kunnen ook ergens, je hebt seals, je hebt gewoon, Oké, okay, dat is wel nice hoor. Raccoons. Nice. Dus ja, misschien kunnen wat? We... wat? Dat... Hey, huh? Je kan gewoon van een raccoonstaart, een tail, kan je een muts maken. Dan krijg je een speed bonus wanneer je aan het sneaken bent. Oh ja, dat zijn echt raccoons, ja. Dat is inderdaad echt iets voor hun. Dat is wel vet, dat je ook nog iets ermee kan. Klopt. Dat is wel nice, ja, inderdaad. God, oh, joh. Maar dan zie je ook wel eens gewoon van die krokodillen, of krokodillen, power. Nee, van die raccoons die dan echt van die... Die je dan als muts hebt, laat maar zeggen, van die dassen of weet ik wat, hoe ze ook even noemen. De beste in met... Dat is een idee. We kunnen er altijd wat van maken, hè? Waarom? En mochten de kijkers thuis nog wat weten van... Hey, misschien kunnen jullie dit eens een keer maken. Of anders. Laat het ook even weten in de comments. Ik denk van, we zijn altijd open voor nieuwe ideeën. En ik denk van... uiteindelijk, ja... Probeer het ook gewoon zo leuk mogelijk te houden voor jullie. Ja. Dat is ook altijd even handig om te hebben. Was ook allemaal net hier hoor, Jezus Christus. Had niks kunnen schelen. Hier alweer bij een houten vloer. Had ik net een stom brik laag weg, zit er weer een houten vloer. Maar dat komt net goed uit. Even weghalen. Ik heb niet genoeg ruimte om een mooie trap te maken. Ja, dat is dus een beetje het probleem. Waar ik dus ook al een beetje tegenaan liep. Van ja, er is gewoon niet zoveel ruimte. En ik denk van ja, misschien vind jij het wel gewoon eens een keer leuk om dat te proberen. Maar als je nu al een beetje tegenaan komt, ja, anders moet je... De ruimte is net te klein om echt een mooie trap te maken. En een ladder vind ik ook een beetje saai. Ja, nou ja, so be it. Ik denk van ja, je moet toch wat, hè. En natuurlijk hetgene wat ik sowieso nog wel een keer wil maken, is omdat we hier natuurlijk bij de wijnkelder ook dichtbij
We zitten natuurlijk ook wel redelijk dichtbij de catacombes. Of laat me zeggen, de catacombes die wil ik nog een keer gaan maken. En dan lijkt mij dan ook op zich, omdat hij natuurlijk naar de trap naar de wijnkelder. Als je dan naar links gaat, dan heb je natuurlijk die deuren voor de wijnkelder zitten. Als je gewoon naar rechts gaat, heb je misschien nog een keer dat we dat een soort van secret door kunnen maken. Dat echt naar de catacombes leidt die onder de graveyard zitten. Dat lijkt mij nou echt gewoon vet, om dat te maken. Ja, zegt hij. Om het schedel is echt een beetje een soort van, ook een idee als een sewer system, zoiets, maar dan ook echt als catacombs. Het is een beetje als in Parijs of weet ik veel wat, waar ze dat allemaal hebben. Echt zulke soort dingen. Ja, daar ben ik sowieso nog wel van plan om dat binnenkort nog gaan te maken. Want dat lijkt me ook wel gewoon uniek. En ik denk van, ja, we zitten dicht bij de graveyard. En ik denk van, ja, het past gewoon allemaal goed erbij. Als van een kasteel nog een geheime doorgang zit of zo. Moet toch wel goed komen, hoop ik. Ja, we kunnen ze groot maken. Oh ja, en dan zat ik ook nog even te denken. Als we het dan heel groot maken, misschien dat we dan de netherportal aan het einde van die catacombe kunnen maken. Voor de netherportal daar op het einde. Bam, daar heb je het. Ja, dat is vet. En van nog echt ook een hele diepe staircase naar beneden bijvoorbeeld. Dat soort projecten had ik al wel eens een keer eerder willen proberen, maar uiteindelijk niet wat van geworden. Maar ik zit daar echt te denken aan een gigantisch project hoor. Dat moet echt een paar dagen gaan graven en alles, weet ik van wat. Ja, dat zijn natuurlijk catacombes. Die zijn gigantisch, die zijn dolhofachtig. In ieder geval kan het allemaal goed erbij passen. Ik heb wel een mooi idee voor een staircase, denk ik. Die ga ik Oh. gewoon uitvoeren, of je het nou leuk vindt of niet. Of je het nou leuk vindt of niet, nou, dat is helemaal niks aan mij te zeggen. Want of ik het nou leuk vind of niet, jij doet het gewoon. Ik heb jou de My opdracht. project. Ik heb jou uiteindelijk ook de opdracht gegeven om daarmee bezig te gaan. Hè? Ik denk van, jij had het allemaal niet eens een idee wat je mocht gaan doen. En ik denk van, weet je wat, ik druk dit gewoon in jouw handen. Kijk wat je ermee gaat doen. Dus wat jij Just math. ervan van maakt, dat is jouw verantwoording. En daar heb ik dan niks over te zeggen. En dat gaat wel vet worden, dat weet ik 100% zeker. Moet gewoon vet zijn. Moet gewoon, we hebben geen keus. Ja, we worden gewoon verplicht. Jezus, zijn we alweer 22 minuten bezig met de opname. Ik ben al. Weet je hoe lang ik bezig was met babbelen over die fucking toren? 10 minuten. Mooi man. Oh, volgens mij zit ik hier precies onder de troonzaal. Ik zie opeens een rode wol. Ah, toevallig. Hey. Keeproute van de koning. Vanuit de troonzaal. Normaal hebben koningen altijd achter hun troon een fucking secret route. Altijd. Dat moet ook. Dat moet gewoon erbij. Moet. Moeten snel weg kunnen. Ja. Kun je daar bijvoorbeeld heel snel, weet ik wel wat, naar die hok van de koning kunt komen. Ja, hey. Wink wink, dan komt dat helemaal goed. Ja, dat soort dingen heb ik echt wel inspiratie en denk ik altijd wel gewoon van hey, dit probeer ik altijd wel creatief op te bouwen. Yo, wij kunnen nog genoeg bedenken om dit jaar door te gaan met Minecraft. Dat weet ik wel. 100%. Makkelijk. 100%. En ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Hoe vaak ik jou wil niet vragen om überhaupt te kunnen opnemen en hoe vaak jij wel niet kunt. Ik vind dat soms zo jammer. Maar ja, het is niet anders. Ik denk van, ondanks dat het jammer is, jij hebt natuurlijk ook gewoon een leven hier buiten. En ik denk van, ja, kom. Ik Van, heb genoeg te doen. Sinds ik op mijn cellfoon is het een stuk drukker geworden. ja, nou ja, ik denk van, dat zal ook niet altijd zo zijn. Ik denk van, er zijn ook wel. Toen de tijd konden we gewoon elke avond wel twee opnemen of zo weer. Ja, zonder, echt. Toen ging het hard, jongen. Ja, toen wel. Nu hebben we er bijna weer doorheen. Van, Yep. maar ja, ik heb van de bak door die uit. Ik heb van. Uiteindelijk zorgen we er sowieso voor dat er elke week één online staat. Dat Ja. 100%. Ja, en als het een keertje niet is, ja. Ja, mocht Sjoerd echt niet eens een keertje kunnen opnemen, dan moet ik er gewoon maar een paar
opnemen zonder Sjoerd, ja. Echt niet anders is. Als het echt niet anders is en, we weten het van tevoren, dan, ja, dan zijn er altijd nog wat meer wegen die naar me omleiden. Maar daar wil ik het niet, niet naartoe maken. Want ja, ik kan natuurlijk wel een keer een projectje doen die ik ook alleen wel kan. Daar niet van, maar ik denk van ja, ondertussen, we doen het wel samen. En ik vind wel dat we dat gewoon samen moeten blijven doen. We doen het al best lang samen, man. Meer dan een jaar, dat zijn hetzelfde. Ja. Dus, Waar heb ik nog meer kool? Ik ben echt door mijn kool heen. Goed als. Ja, bij mij gaat het ook langzaam handhard met de resources. Oh, ik moet echt een keer gaan minen weer. Maar ik heb daar nog geen zin in. Ik zeg van heel soort. Ik denk dat we er toch aan moeten geloven. Ja, ik heb er geen zin in. Ja, het moet wel. Ik keus. Ik heb aardappel nog. Maar meestal gebruik ik ook gewoon totaal geen kool meer voor het. Deze dingen allemaal bakken en weet ik wel wat smelten. Ja, meestal gooi ik er gewoon hout in. We hebben toch gewoon limited hout. Goed weer terug. Pak in jungle boom en klaar. Ja, precies. Dat is het probleem niet. Kijk, volgens mij hadden we nog wel een kist in de kasteel die richting de wijnkelder zit. Oh, ook s'nachts, jongen, die toren die zegt vet. En het is ook gewoon goed belicht, want ik denk van de. Er zijn ook van die lanterns die aan de. Aan die hoeken hangen, laat ik maar zeggen. Die zitten dan weer aan, volgens mij, deep sleep had ik daartoe ook gebruikt. Iets van deep sleep en alles. Ik ben er zo lang mee bezig. Oh, hier de 9 coal ore blocks. Nou ja, daar kan ik wel wat mee. Dan moet even wat toortjes hebben, anders. Daar is ook een probleem mee. Waar ik ook wel een beetje over zit te bedenken, langzaamaan. Ik weet niet of ik het ga doen. Maar het is een beetje een idee dat mijn huis, vergeleken met die van jou, echt wel een stuk kleiner is. Natuurlijk, het is gewoon compact, het is cozy. Maar ondertussen, ik stak daar wat meer. En ik zag wel een keer een video dat ik denk van, dat is ook ik wel ik had zelf wel, dat ik misschien een keer een verandering wil aan mijn huis. Want hoe lang heb ik het al zo? Bijna een jaar. Ja, dit is echt mijn huis, is aflevering 15 gebouwd of zo. Ja, en hoe lang heb ik dit ook al? Ik denk van, we hebben deze huis ook wel lang hoor. En ik denk van, het is niet zo'n probleem. Ik denk van, die kelder die zit ook gewoon goed. Maar in plaats van dat, zou ik er ook in principe daar ook nog wel, ja, exclusief het, de kelder, laat ik maar zeggen, misschien gewoon eens een keer een uitbreiding van maken of weet ik wel wat. Maar ja, ik denk misschien van. Gewoon een keer wat anders of, ja. Ja, ik weet het niet. Zo lang deze huis, hè? Ja, nou ja, het heeft wel natuurlijk wat. Maar ja, dat is even de keuze die we moeten maken. Ik denk van. Ik zou het ook jammer vinden om het weer te moeten afbreken, laat ik maar zo zeggen. Ja, nee, dat liever niet. Daarom zit ik ook een beetje op zo'n twijfelmoment ondertussen. Ja. Van ja, wil ik het of wil ik het nou niet? Ja. Geen idee. Ik weet het niet. Ja, dan kom je soms wel eens van die huizen tegen die andere mensen maken op Minecraft. Ik denk van, nou, dit ziet er ook wel uit. Dan hebben ze echt zo'n soort van mansion, lijkt het wel. En van, ja, dat is ook wel nice, maar ja. Wil ik het überhaupt nog wel veranderen? Dat is ook mijn vraag. Ja, inderdaad. Dat is een beetje de keuze die ik uiteindelijk zal bepaken, maar ja, ik denk van, ja, dat. Mogen jullie ook in de comments laten weten, eventueel. Van, ja. Moet ik een keer een soort van polsing te maken of zo. Zeggen jullie ja of nee tegen dit? Weet ik wel wat. Idee, man. Nee, Mark, je doet het alweer verkeerd. Foei, Mark. Foei. We moeten ze daar nog wel even kijken, want ik ben nu even bezig met het inrichten, laat maar zeggen, met de logs en alles. Gisteren komen ze dadelijk. Maar dan wil ik ze ook maar eens even kijken hoe jij ervoor staat met het bouwen. Als dat mag. Dat geen probleem vindt. Ja, dat mag. Ik kom toch! Nou. Ja. Oké, okay, dat is goed. Dat was ook een keer bij Netherite X. Fucking enchant, want dat ding is ook al even. Zo kan het gaan, langzaamaan. Repareren of men erop. Hey, dat is een idee.
Vult me weer resources. Ik zal weer eens een keer level 30 enchantments hebben. Ik heb pas level 26, dus dat Dat wil nog niet echt. Nee. Oh, deze. Oh, shit. Als ik mag kiezen, hè, zeg ik, we gaan de volgende aflevering naar de Ocean een keer. Ja, dat kan. We zijn er één keer geweest en dan gaan we even mooie blokken meenemen en zo. En ergens een grote tank maken. Dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Zo. Kan, allemaal. Wat voor ladders gebruik jij steeds? Ook ladders. Hebben we andere ladders dan? Want je kan van alles maken. Oh. Oh nee. Ik dacht, je kan ook van sproes en zo maken, maar... Ja, zo'n idee kreeg ik langzamerhand nog van, hè, sinds wanneer hebben we dat? Ja, precies. Het zal vast nog wel eens een keer in Minecraft komen, daar ben ik wel geheid van, dat het gewoon... Nou, heb ik het idee geopperd, deze video gaat viral en nou gaat het gebeuren. Ja, precies. Ja, Mark, dat gaat ook werken, met je boog gaan lopen hakken. Sure. I'll take it. Duurt alleen een veel stuk langer. Ja, dit ziet er op zich al wel gewoon prima uit. Dan komen die andere kisten aan de zijkant. Even de portjes hier al als ik neer heb ploffen. Even zien. We hebben wat stom break slabs hebben. Zodat je natuurlijk de wol niet kunt zien hierboven. Anders weet iedereen van, hé, hey, dit is onder de troonzaal. Dat moet niet. Bordjes aangepast. Dan ga ik weer verder. Oké, dit ziet er al een stukje beter uit. Als ik dit gewoon allemaal van die stormbreak slabs maak tussen die orks, dan komt dat ook wel weer goed. Maar dan zie je niet het plafond van boven. Ik dacht, shoot, net ook al lopen hier. Oeh, nice. Ik heb even gespiekt. Ja, nee, je mag al wel komen, want ik denk van, ik was toch al van plan om de aflevering te gaan afsluiten binnenkort. Maar hij is ook... Toevallig was ik. Laat het even zien. Oh, netjes, man. Al die balken zo, dat is wel vet. Ja, nu is het dan ook gewoon afgewerkt dat het, ja, zoals hier, zat gewoon een stuk rood wol, dat weet ik nu. Als ik hier bijvoorbeeld eentje even weghak, ja, dan zie ik gewoon precies waar het zit. Oh, ja. En van, dat moeten we niet hebben. Nee, dit is wel netjes, man. Dus hier, hier komt dan ook... En ook mooi die diepte, hè, dat je slabs hebt gebruikt. Ja, daarom. Ik vond dat geeft op zich wel weer wat diepte. En ik denk van, aan deze achterste muur kan ik dan mooi bells van maken. En aan deze gewoon allemaal, testen. En dan misschien hier nog een stukje van barrels. En het regent volgens mij ook nog weer. Tuurlijk, het zal ook weer eens niet. Gewoon in een jungle. Zo vet. Ja, nu ben ik wel eens even benieuwd naar jouw kunst. Oh. Dat mag, dat mag. Ik heb niet zoveel gedaan, want ik heb niet zoveel tijd gehad, maar hè. Ja, ik zat er dus over te denken trouwens, om hier dan nog een deur te maken naar de... die catacombs toe dan, laat maar zeggen, gewoon vanaf hier. Oh ja. Dat is misschien wel een leuk idee, binnenkort. Dat is wel een goeie, want je gaat toch al de diepte in. Nou, van die kat gaat er natuurlijk ook op naar die catacombs toe. Of naar de graveyard, catacombs. Ja. Je moet er echt gewoon één soort naam tegen geven, niet de beide. Of gewoon... Eerder was het graveyard, nou zijn het catacombes. Ja, nou ja, de catacombes zitten onder de graveyard. Of dat is het idee. Ja. Nou, hier moet ik het aan de onderkant nog even veranderen. Maar dat komt. Even kijken. Ik heb een mooie deur. Ik heb best wel een mooie staircase gemaakt. Kijk maar naar die dieptes zo. Oh, ja.
Oh, dus die is wel mooi geworden. Dit is eigenlijk wel perfect voor deze grootte van de toren. Ja, oké. Ik heb hier dus niet echt wat met glas gedaan. Maar als ik hier een verdieping maak, kon ik hem niet meer mooi aansluiten. Hierbovenin weet ik het niet beter dan het zo mooi te maken. En dan heb ik nou deze opgehaald. Om dit te doen. En sta je. Hier kan ik nog verder over nadenken. Maar ja, dat je bijvoorbeeld hier de ladder maakt naar boven. Ja, ik denk dat de ladder aan deze kant dan misschien verder gaat. Zodat je juist eventjes hier moet stoppen. Kan je even kijken. En dan ga je zo verder. En dan kom je hier ergens. Ja, precies. Zoals je kunt zien, ik heb ook wat van die redstone blocks gebruikt. Want aan de buitenkant zitten de redstone lamps. Die je ook nog een beetje licht geven. Oh ja, vet. Ik pleur hier even een torch. Of wel een licht. Dus het ziet er op zich wel gewoon nice uit hoor, dat sowieso. Van de... Dat is een mooie trap, hè? Ja, dat heeft wel gewoon wat. Alleen, ik weet niet hoe ik het hier... Kijk, ik wou hier een reling hebben, zodat je niet eraf flikkert. Alleen, ik weet dus niet hoe ik het mooier kan doen dan dit. Ik had stairs gebruikt en zo. Maar ja, dan is het gewoon wennen om hem hier even rechts te lopen. Dat is het enige. Ja, dat is dan... ik denk van, ja, je kunt het ook niet veel anders doen, ben ik bang. Maar hier ben je wel even mee bezig geweest, dat sowieso. En ik denk van, met de cobblestone muur heeft het op zich ook wel wat. Dat was een keer wat anders. Daarom. Ja, ik wou die gewoon van cobblestone laten, zodat je meer textuur hebt ook. Ja, precies. Ja, voor de rest neem ik aan dat het gewoon nog wel hetzelfde is. Ja. Nee, dat ziet er allemaal gewoon netjes uit hoor. Ik denk van, gewoon precies hier tussen, dat past gewoon weer. Mooi. Deze deur. Ja. En die heb ik mooi diep erin gemaakt, zodat het iets mooier is. Ja, dan heb je gewoon hier natuurlijk de ruimte. Want ja, als je nu naar het plafond kijkt, ja, dan zie je natuurlijk die cobblestone rand. Maar die kun je nog even afwerken met een brik. Ja. En dan hebben we hier gewoon nog een hele ruimte. Voor de captain of de koning. God, ik zeg heel de captain. Oh, stop it. Mensen begrijpen je wel. Hoop ik. Daar ga ik in ieder geval van uit. Dus ik ga nu de aflevering al afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later. Laters.